Robert, de Schuur op Eiburg, vertel. De Schuur op Eiburg is een tijdelijk project. Een soort voorloper van de boerderij op Eiburg. Ja. Dat moet het grote ding worden. En de schuur wordt gebouwd over ongeveer 2-3 weken. In 2 weekenden gaan we die schuur opbouwen. En die zal er staan voor een periode van ongeveer 2 jaar. En waar komt die dan? Nou wel, hier. We staan erop. Ja. Dit is kavel 70. Ja. Dat is een terrein van ongeveer 8000 vierkante meter. En dat ligt aan de Diemerzeedijk, zoals je hier ziet. Ja. En daar is de tennisclub. Ja. En daar is de kano-club. Ja. En hier kunnen wij nog tussen, om het zo maar even te zeggen. Is de bedoeling bij de schuur om er ook dieren bij te doen? Nou, het is, voorlopig beginnen we met de schuur. Er is een plan om iets te gaan doen met ponies, maar dat is nog niet definitief. Want we moeten eerst heel goed kijken of we in termen van dierenwelzijn, veiligheid, kunnen voldoen aan alles wat daarvoor nodig is. Maar we zijn wel aan het kijken of we dat kunnen. Er zijn 4 ponies van de dierenbescherming. Er zijn ponies die zijn verwaarloosd en die zoeken een plek om beter te worden. Ja. En wij zijn aan het uitzoeken of wij het gastverblijf voor die ponies voor een tijdelijke periode zouden kunnen zijn. Kun jij hem uitmeten voor mij? Ja, dat kan ik doen. De rand van het kavel. Gaan we 20 meter die kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kijk, dit is ongeveer de hoek van de schuur. Ja. Dus hij komt ongeveer nog iets verder naar het zuiden toe. Want we gaan nog iets van dat stelkompad af. Ja. Hier komt hij ongeveer te staan. Zo. Zo. Oké. En hoe groot is hij? Hij is 12 meter bij 6 meter. Oké. En dan heeft hij aan de lange kant heeft hij 2 openstaande deuren. Ja. En aan de ene kant heeft hij nog een verandaatje. En we gaan hem dus gebruiken om spullen op te slaan. Om daar een kleine veldkeuken in te maken. En om daaromheen dus sport- en spelactiviteiten te organiseren voor groot en klein Eiburg. Nou, het verhaal is als volgt. Het begon met een dominee op Eiburg. Die zei van, ik wil een kinderboerderij. Ja. En toen zeiden wij met een aantal initiatiefnemers, ja, maar een kinderboerderij is alleen om geitjes te knuffelen. Het moet veel ruimer. We moeten ook natuur- en milieueducatie en voor oudere mensen en voor oudere jongeren ook dingen kunnen doen. Dus dat is eigenlijk verschoven naar boerderij op Eiburg. Ja. En dat is het plan. En toen kwam dus die schuur langs, want op een kinderboerderij in Osdorp stond die schuur en die gingen ze afbreken en weggooien. En ik denk, ja, dat gaan we niet doen. Dus ik heb een aantal vrijwilligers opgetrommeld om die schuur te gaan afbreken om hier op te bouwen. En die ligt dus nu op de Krukiersweg, hier een paar kilometer vandaan, ligt die in een vrachtwagen te wachten totdat wij hem hier kunnen gaan opbouwen. Nou, lijkt me leuk om daar even te gaan kijken dan. Dat gaan we doen. Lijkt me nog een plan. Stabiliteit en de fundering van de schuur. Daar heb je met Rob over gesproken. Beste Eiburgers, in deze oplegger ligt een schuur. Die schuur gaan we opbouwen op de weekenden van 16 mei en 24 mei op Eiburg. Daar hebben we hulp voor nodig. Iedereen die zin heeft en die een paar goede handen heeft, is uitgenodigd om te komen helpen. De schuur wordt opgebouwd achter de tennisbaan op kavel 70 op Rieteiland Oost. Ik zie jullie dan graag. Meld je even aan op info@boerderijopeiburg.nl. Tot dan. Klaar. Klaar voor vertrek. Voilà. Heeft u ook iets te melden of een leuk idee? Laat het me weten en schrijf aan redactie@eiburgtv.nl en ik kom naar u toe.